Op dit album staan een aantal nummers waar ik al heel lang mee bezig was. En dat wil zeggen, nummers die ik heel lang heb achtergehouden, zeg maar. Waarom? Waarom heb je die achtergehouden? Ik heb altijd gevonden dat bijvoorbeeld dat nummer en het nummer ervoor, Can't Live Without You. Ik heb gewoon altijd gevonden dat behoorde tot de beste nummers die ik tot nog toe geschreven had. Die bewaar je gewoon voor het juiste moment. Een nummer als Minor Diner, ik heb het nu High School Reunion genoemd trouwens. High School Reunion, Minor Diner. Dat is ook een nummer waar ik echt al jaren mee rondloop. En op een dag, terwijl ik deze plaat aan het maken was, werd ik gewoon wakker met het gevoel, dit is het moment om te doen. En niemand kent dat nummer nog, maar voor mij het besef dat dit het moment was om een dergelijk nummer te droppen. Ja, dat brengt ook een heleboel emoties los, want het zijn dingen die zo erg ergens over gaan, weet je wel. Met Can't Live Without You, ik kan je niet vertellen hoe persoonlijk dat is, weet je wel. En je kan het wel horen. Ik heb letterlijk de beste woorden daarvoor gevonden in die tekst. Ik kan er niks aan toevoegen. Maar die dingen komen zo belachelijk dichtbij, weet je wel.